welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een challenge. Dit gaat al een tijdje rond, kennelijk op TikTok. Dat is een app. Die app heb ik ooit gehad, maar ik weet niet. Ik vond het echt niks voor mij. Dus ik heb hem gewoon weer gedelete. Maar daar gaat al een tijdje rond dat mensen via een random nummer hun oogschaduwkleuren uitzoeken. Ik heb dit nou ook al een aantal keer gezien op YouTube. En ik dacht, ik wil dit ook gaan doen. Wat houdt het in? Ik heb een groot oogschaduwpalet. En ik mag 5 kleuren gebruiken voor mijn gehele oogschaduwlook. Maar ik bepaal niet welke 5 kleuren dat gaan zijn. Dat gaan gewoon random nummers bepalen. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik heb ook geen makkelijk paletje hier. Ik heb een paletje gekozen die ik nog nooit hier op mijn kanaal heb gebruikt. Al wel 2 keer op Instagram, maar nog niet hier op mijn kanaal. Dus het leek mij wel leuk om dat paletje te gebruiken. En ik ben echt super benieuwd welke kleuren het worden. Want ja, als je van die KUT kleuren krijgt, ja, dan weet ik niet echt wat voor look ik ermee moet maken. Ik match ook altijd mijn achtergrondkleur met mijn oogschaduwlook. Maar ja, ik weet dus nou niet welke kleur dat gaat worden. Dus ik heb gewoon een hele nude achtergrond gepakt en een nude truitje. En dan past gewoon elke kleur oogschaduw erbij. Het gaat dus vandaag alleen maar om mijn ogen. Dus zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezicht al gedaan. En ik ben super benieuwd wat voor ooglook dit gaat worden. Dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Oké mensen, het paletje die ik ga gebruiken is de 35E palette van Morphe. Dit is een heel prachtig pastel paletje. Ik maak niet heel vaak pastel looks. Ik heb al 2 looks hiermee gemaakt op mijn Instagram. Ik plaats ze even hier in beeld. En er staan ook video's bij op mijn Instagram over hoe ik ze heb gemaakt. Dus volg mij vooral daar als je die nog wilt zien. Maar vandaag ga ik dus hiermee een look creëren op mijn kanaal. Dus hier. Zoals je kunt zien, er zijn heel veel matte kleuren. Er zijn glanzende kleuren zoals deze hier. Er is hier een soort van pressed glitter. Die is ook echt prachtig. En hier is een soort van, ik weet niet, dit is een beetje een creamy-achtige glitter. Het is een hele aparte kleur. En die zit hier ook in. Dus dit is echt een paletje met superveel kleuren. Maar ook heel veel verschillende texturen. En dat vind ik echt geweldig. Daar hou ik altijd van. Want ik hou altijd van pressed glitters en zo. Dus ja, echt I love it. Dus ik ben benieuwd wat het gaat zijn. Zoals je kunt zien, de kleuren zijn best wel heftig en best wel verschillend. Dus het kan best wel een rare kleurencombinatie gaan zijn vandaag. Als jij dit paletje nou ook wil, Morphe heeft gewoon een EU-website. Dus als je gewoon daarheen gaat, je kunt dan letterlijk alles bestellen zonder douane, zonder niks. Want het is vanuit de EU. Dus dan betaal je nooit douane ofzo. Ik zet wel de link beneden in de beschrijving. Maar ik zie nou op de site dat dit paletje is uitverkocht. Dus ja, je moet dan nog eventjes wachten als je die wilt. Maar misschien als de video online komt, is hij er misschien weer. Even kijken, dit paletje kost... Oh, ik kan de prijs nou niet meer zien omdat die is uitverkocht. Oké, dat is weird. Maar volgens mij was die iets van 28 euro of zoiets. Iets in die prijskategorie. Oké, ik heb hier een website die heet randomnumbergenerator.com. En daarin kun je invoeren tot hoeveel je wilt gaan. Dus vanaf 1 tot... weet ik veel, 100. Dit paletje heeft 35 kleuren, dus ik ga tot dat getal. Dus ik vul het even in. En hoe ik het ga doen, ik begin hier met 1 en dit is dan de laatste. Dus het gaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. En zo gaat het gewoon heel de tijd door en het stopt dus hier. Oké, ik ga even invullen. 1 tot en met 35. Oké, ik ben echt super benieuwd. Ik begin even kijken. Generate number. 34, oké, dat is de eerste. Nog een keer. 19. Ik doe er dus 5. 8. Nog 2. 7. En de laatste is 16. Oké, oh mijn god, dit zijn echt de meest random kleuren ever. Ik breng ze even in beeld. Bijna elke kleur was glanzend, dus ik dacht, oh mijn god, straks zijn er gewoon geen matte kleuren die ik mag gebruiken. Maar er is dus 1 oranje matte kleur die ik mag gebruiken, maar voor de rest is letterlijk elke kleur glanzend. En we hebben ook die ene aparte structuurkleur. Dus ja, ik heb dus blauw, paars, een beetje een bruinachtige glanzende kleur. Oké, wauw. Jongens, ik weet echt absoluut niet wat ik nou hiermee moet gaan doen. Ik ben tenminste al echt super blij dat ik op zijn minst 1 matte kleur heb. Maar
Ik had het wel fijn gevonden als ik 2 matte kleuren had gehad. In plaats van 4 glanzende kleuren en maar 1 matte kleur. Maar whatever. En ik ben blij dat die matte kleur ook een beetje oranje is. Dus het is een beetje een nude kleur. En dat vind ik wel fijn, vooral omdat alle kleuren zo heftig zijn. Dus ja, ik ga even hiermee een look creëren. Laten we inzoomen op de ogen. Oké, ik ga beginnen met primer. Ik gebruik mijn MAC Soft Ochre. By the way, dit paletje, het zijn dus echt vooral pastelkleuren. En pastelkleuren zijn niet echt per se het makkelijkste om te gebruiken. Dus ik raad je aan, als je dit paletje hebt, of als je gewoon een pastel look wilt maken met een ander paletje, whatever, om dan wel echt je ogen te primen met echt een nat iets, want dan plakt het daar echt aan vast. Want ik heb dat 1 keertje gedaan met en 1 keer ook zonder. En het maakte echt super veel verschil. Dus ik laat nou gewoon dit er ook gewoon zo op. Ik doe er niks meer verder op. Oké, ik ga beginnen met de oranje matte kleur voor in mijn crease. Oké, wat ik dus nou doe... Oh, mijn kwast valt. Wat ik dus nou doe, omdat ik maar 1 matte kleur mag gebruiken, wat ik dan doe is dat ik zo hier inga met een hele lichte hand, zo hier zo hoog. Maar dan ietsje eronder, echt zo hier, druk ik zo ietsje meer. En als je iets meer drukt, dan wordt de kleur ook een beetje anders. Die wordt iets meer diep, iets meer dark. En dan is het toch alsof je een beetje 2 kleuren gebruikt, terwijl je maar 1 kleur gebruikt. Handig trucje, jongens. Oké, ik denk dat het makkelijkste voor mij is om een halve cut crease te maken. Ga ik een halve cut crease maken of ga ik geen halve cut crease maken, jongens? Ja, ik ga een halve cut crease maken. Oké, dan ga ik beginnen met de blauwe glanzende kleur die hier zit. En die breng ik aan op mijn halve cut crease vanaf het begin tot ongeveer hier. En ik maak mijn kwast nat met mijn Fix Plus. Oeh, dit is heftig. Ik heb dus alleen maar de matte kleuren en die 2 aparte glanzende kleuren in het paletje gebruikt. Ik heb de normale glanzende kleuren nog helemaal niet gebruikt. Maar ik ben echt in shock. Super gepigmenteerd. I love it. Zo, en dan daarnaast breng ik de mooie glanzende paarse kleur aan hier in de hoek. En ook die kleur maak ik natuurlijk weer nat met MAC Fix Plus. Oh, die is ook heel mooi. Heel mooi pastelachtig zo. I love it. Ik vind het paletje echt leuk, man. Dan pak ik weer een beetje van die matte oranje kleur. En die breng ik dan zo hier aan in de hoek. En dan blend ik het een beetje in met een glanzende kleur. En die oranje matte kleur breng ik ook aan op de onderste wimperrand. Oké, dan heb ik nog 2 glanzende kleuren die ik moet gaan gebruiken. Ik ga beginnen met een beetje creamachtige glanzende kleur. Deze is zo apart, ook hoe die zo beweegt. Ik weet niet of je het echt kunt zien, maar hij beweegt echt. Maar het is echt een prachtige kleur. Kijk hoe mooi dit is. Gewoon net een beetje extra glans. Kijk, hier heb ik nog niks gedaan. Kijk, dat geeft toch een extra pop. I like it. En dan de laatste kleur hieronder. Een beetje een hele lichte bruinachtige kleur, wat het ook is. Hiervoor maak ik mijn kwast ook weer nat met MAC Fix Plus. En die kleur breng ik zo aan hier in de binnenste hoek. Voor een extra pop daar. Zo, en dit is dan de hele look met alle kleuren die ik moest gebruiken. Dit is niet de meest geweldige look die ik ooit heb gemaakt. Maar ik vind dat het toch wel is gelukt om een enigszins normale look ervan te maken. Het had echt way worse kunnen zijn. Dus ik ben blij dat er toch nog enigszins kleuren zijn die toch te combineren vallen. Oké, dan maak ik ook even snel een wing met mijn ABH pen. Als mascara gebruik ik mijn Miss Lyn Lolita mascara. Oké, daar ben ik weer. Het is nou helemaal klaar, jongens. Wat vinden we van de look? De wing is dikker dan wat ik had gewild, maar af en toe loopt het gewoon zoals het loopt. Maar ja, ik ben toch wel blij met de look. Ik vind die echt geweldig, maar whatever. We moesten doen met wat we moeten doen. Ik ga nog heel even snel mijn lippen doen, want dat is het enige wat nou nog niet is gedaan. Als lippotlood gebruik ik NYX Matte Lip Pencil in de kleur Sandstorm. En dan Maybelline Lipstick in de kleur 930. Een hele mooie nude kleur. En dan is de look helemaal klaar. Nou mensen, wat vinden we van de look? Laat het me weten beneden in de reacties. Ik ben super benieuwd wat iedereen ervan vond. En wat je misschien anders zou hebben gedaan als dit de kleuren waren die jij mocht gebruiken. Dit is het beste wat ik kon bedenken. En ik ben toch wel blij toen in het begin, toen ik de kleuren zag, ik dacht echt... Wat moet ik hiermee gaan doen? Maar 1 matte kleur en zo. Maar
op zich ja, ben ik toch wel gewoon blij met hoe het is geworden. Dit is echt gewoon een draagbare look die ik gewoon zou kunnen dragen op straat. Ik ga hem er nou ook niet afhalen. Dus ik ben best wel blij met hoe het is gegaan. En ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video en het cute vindt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!